Zet je schrap voor een reis terug in de tijd. In 1869 publiceerde de Rus Dmitri Mendeleev zijn ontdekking van het patroon van alle elementen en rangschikte ze in een schema, ook wel het periodiek systeem. De elementen staan niet alleen gerangschikt op atoomnummer, maar ook op periode en groep. Het atoomnummer van een element geeft aan hoeveel protonen en elektronen het bezit. Een periode is een horizontale rij en de elementen binnen dezelfde periode hebben ongeveer hetzelfde gewicht. Maar toch verschillen zij qua fysische en chemische eigenschappen. Een verticale rij wordt een groep genoemd. En elementen binnen dezelfde groep tonen eigenschappen die sterk op elkaar lijken, aangezien zij hetzelfde aantal elektronen in de buitenste schil hebben. De mens kwam dus tot de ontdekking van het systeem der elementen dat in de natuur bestaat. Maar zelf bestaan zij ook uit deze elementen. Neem het C-atoom. Dit is een van de belangrijkste elementen voor het bestaan van leven. Veel belangrijke moleculen in ons lichaam bevatten namelijk dit atoom. Moleculen zijn elementen die via een gedeeld elektronenpaar met elkaar gebonden zijn. Maar al deze moleculen vormen de bouwstenen van bijvoorbeeld organen. Deze organen hebben alle een speciale functie. De darmen zijn een deel van het spijsverteringssysteem, evenals de maag. Dit systeem is een van de vele onderdelen van de menselijke anatomie. Zo heb je bijvoorbeeld ook nog het ademhalingsstelsel, de bloedsomloop en het skelet. Het skelet van de mens bestaat uit botten die het lichaam stevigheid en bescherming bieden. Deze botten bestaan voornamelijk uit het element calcium. Maar waar kwamen deze elementen waar wij uit bestaan vandaan? Hiervoor moeten we verder terug in de tijd. De enige elementen die na de oerknal ontstonden zijn waterstof en helium. De eerste sterren bestonden dus hieruit. De andere elementen ontstaan tijdens de laatste levensjaren van een ster. In een ster vindt namelijk kernfusie plaats, waarbij steeds zwaardere elementen ontstaan. Tot het element ijzer is de energie die bij kernfusie ontstaat gelijk aan de zwaartekracht op de ster, waardoor de ster stabiel is. Om grotere elementen te vormen dan ijzer, moet er energie worden toegevoegd. Deze energie kan ontstaan bij zwaardere sterren, als de druk van de kernfusie wegvalt tegen de zwaartekracht. Hierdoor implodeert de ster, waarna deze explodeert. Er komt dan veel licht vrij en de elementen worden het heelal ingeslingerd. Dit heet een supernova. Dus alle elementen in het periodiek systeem zijn ontstaan in sterren, waardoor wij sterrenstof zijn. Maar zijn wij de enigen?